Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door de Lichtfabriek, evenementenlocatie in Haarlem. Het damesenkelspel tussen Forza Amersfoort en Van Zundert Velo ging hier tussen Alida Chen en Lisa Kublau Malaiholo. En de eerste glimlach is bij Alida Chen, want ze staat op voorsprong in de beginfase van de eerste game. En hier een foutje van Lisa Kublau Malaiholo. En zo start Amersfoort met een voorsprong. Een belangrijke voorsprong, zeker als je kijkt naar de stand in Pool A in de Carlton Eredivisie. En hier kiest Alida Chen om de bal uit te laten gaan. En dat is een hele goede keuze geweest. Want de shuttle, ball shuttle, die kwam niet tussen de lijnen. En zo ging het punt aan de Amersfoort. Ja, zoals al vaker gezegd, de Eredivisie is natuurlijk opgedeeld in twee pools. En dit zijn de nummers 2 en 3 van de pool. En dan praat ik ondertussen over een fantastische smash daarvan van Lisa. Namens Van Zundert Velo. Zag de ruimte en sloeg waar hij geslagen moest worden. En dat doet Alida Chen in dit geval ook. En zo zijn eigenlijk vrij duidelijk de verschillen. In het begin van de game. Want hier stevend Alida Chen af naar een zeer gemakkelijke game winst. Hier 20 tegen 16. Gamepunt dus. Gaat het dan lukken? Of kan Lisa nog iets terug doen? Je probeert ze het in ieder geval. En ze gaat door. Dat lukt nog niet. Maar hier de smash die zorgt er in ieder geval voor dat de game in leven blijft. En wordt gehouden. Maar hoe lang gaat dat door? 20-17. Alida Chen nu in de aanval. En het lukt. Valt een beetje buiten beeld. Maar hij zit al veel binnen de lijnen daar. En zo pakt Alida Chen namens Forza Amersfoort de eerste game. En zo mag de bezoekende ploeg van Zundert Velo het gaan proberen in de tweede game. Hier een lange rally. Alida Chen, ja, die laat het voor niet de eerste keer. Die heeft goed in de gaten waar de lijnen zijn. Is toch wel handig als je badminton natuurlijk. Een beetje oriëntatie hebt waar je staat in de baan. Kijk, Lisa kan er ook wat van. Want ook deze laat zijn gaan. En zo gaan de punten naar Van Zundert Velo. En zo staat het aan het begin van de tweede game hier 4 tegen 9. En die voorsprong wordt nog verder uitvergroot. Want daar is Alida Chen met een foutje. En zo'n ruime voorsprong daar voor Lisa. Kijk eens hoe de dames elkaar uitdagen. En weer gaat de shuttle uit. Ja, gebeurde vaker deze wedstrijd. En als je het allemaal in een samenvatting mooi knipt, dan lijkt het alsof het alleen maar gebeurde. Dat is natuurlijk niet zo. Maar wel opvallend vaak bij belangrijke punten. En dat is toch zonde. Een goed aanvallend spel van Alida Chen. En de duimpje gaat daar ook omhoog. Het vuistje wordt gebald en terecht. Kijk eens, de achterstand die heeft ze zo weer omgedraaid. Stond 7-11 voor Alida Chen. Nou, was dat het... Al hier 15 tegen 13. Dus de rollen zijn omgedraaid in de tweede game. Misschien geen verrassing, maar voor de wedstrijd kan het wel eens cruciaal worden. Omdat je maar twee games hoeft te winnen natuurlijk. En weer hier goed gespeeld van Alida Chen. In het achterveld. Zo steven ze langzamerhand af naar de overwinning hoor.
Maar we moeten niet te vroeg juichen. Dat zagen we net al. Toen had Lisa ook een voorsprong van 4 punten. Dit doet ze wel mooi hoor. Kort op het net. Goed gezien dat daar een plekje vrij was. Zo blijft het nog even spannend. Hier 19 tegen 17. Veel gevarieerd. Hoog en kort. Nu allebei elkaar uitdagen. En dan krijg je weer zo'n gespeelde shuttle. Een nou, dropshot kan je natuurlijk niet noemen. Maar het is heel slim gelepeld over het net heen. En zo is het opeens matchpoint. En daar maakt Lisa een foutje. En zo wint Alida Chen uiteindelijk vrij gemakkelijk in 2 games. Namens Forza Amersfoort.